Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Arthur Lasermaster 2 15 watt versie. Bij alle video's die we maken, over wat we dan ook maken, of de werking van Lightburn, maar hier hoort natuurlijk ook bij het schoonmaken van je laser. En dat is wat we vandaag gaan doen. En wat we om te beginnen gaan doen met het schoonmaken van de laser, ga je even die kant op bewegen. We gaan eerst de kabels eruit halen. Stroomkabel en USB-kabel. En op deze manier kan ik de laser zometeen oppakken en gaan bewegen. Ik haal gelijk even dat cilindertje eruit, anders valt die op de grond. En wat ik nu ga doen, is het schoonmaken van de laser. Wat gaan we daarbij nodig hebben? Om te beginnen een klein beetje alcohol, wat je gewoon bij de kruidvat kunt kopen. Dit is 70%, maar je kunt gewoon ook isopropanol van 90% of 99% gebruiken. Dat is ook geen probleem. We hebben nodig dan wel een schroevendraaier. Dan wel wat inbus sleutels, afhankelijk van welke laser je hebt en of dat met inbus sleutels of met schroevendraaiers gewerkt wordt. We hebben nodig wat ze noemen een Q-tip, oftewel een staafje, een wattenstaafje voor je oren. We hebben nodig een spuitbus met lucht. En wat ik er daarnaast nog bij gebruik, dat is een compressor met een slang met een compressorpistool eraan. Dat zijn de zaken die we gaan gebruiken bij het schoonmaken. Losgemaakt heb ik hem. Ik ga om te beginnen, ga ik hem eens eventjes op zijn kop zetten. Oké, als je hem op zijn kop zet, moet je natuurlijk even oppassen dat je niet de laserkop beschadigt. Ik heb dan ook de laserkop hier naast de tafel hangen. Simpelweg omdat die anders op die laserkop zou rusten. En er zitten wat kabels op en dergelijke. En dat is niet zo handig. Ander dingetje was, ik moest nog even de slang van de AirAssist loskoppelen. En nu heb ik hem op de kop liggen. En je ziet eigenlijk, als je goed kijkt, zie je al hoe smerig die is en dat soort dingen meer. Nou, daarop ga ik dus zometeen mijn compressor gebruiken. Maar voordat ik dat ga doen, ik ga eerst de lens schoonmaken. De lens die zit, en dan moet ik hem even gaan draaien. Even kijken of ik dat goed zichtbaar kan krijgen. Daar komt die. Die lens die zit hier. Wat ik ga doen, ik ga met dat wattenstaafje en met alcohol ga ik de binnenzijde van die lens schoonmaken. En als ik dat gedaan heb, dan maak ik gelijk ook even hier die buitenkant schoon. En ik doe vervolgens met die spuitbus met lucht, ga ik daarin spuiten. Nou, ik ga kijken of ik de camera zo kan plaatsen dat je dat kan gaan zien. Oké, ik neem dus het wattenstaafje. Ik pak mijn flesje met alcohol. En daar dop ik dat wattenstaafje in. Zo. Dat natte wattenstaafje ga ik in die lens. En probeer ik zoveel mogelijk schoon te maken. Ik doe ook gelijk proberen de buitenkant van die lens schoon te maken. Overigens het blauwe wat je ziet is wat ik zelf heb 3D geprint om AirAssist te kunnen hebben op deze laser. Nou, bij deze is die schoon. En ik ga gelijk opnieuw met alcohol, ga ik even de onderkant van die blauwe geprinte houder van de AirAssist schoonmaken. Want die is erg smerig. En gelijk ook het nozzeltje waar de lucht uitkomt. Ja, en als je kijkt, dan zie je hoe smerig dat wordt. Even verder schoonmaken. Eventueel zou ik in dit geval het nozzeltje er ook af kunnen halen. Maar ik laat hem zitten. Pak even de andere kant van het wattenstaafje. Je kan er ook een tweede wattenstaafje bij pakken, ook mogelijk natuurlijk. En ik probeer dat nozzeltje even schoon te maken. Want ondanks dat dat geen invloed heeft op de kwaliteit van onze afdruk, is het wel zo netjes als het allemaal enigszins schoon is.
En ik kan nu zelfs weer aan de zijkant zien dat het een 0,4 nozzeltje is. Ik ben zo bij je terug.